Ik zie voorlopig helemaal geen eind aan dat, geen duidelijk eind aan dat conflict. Maar de Oekraïners schijnen zelf te denken dat ze ook op afzienbare termijn een redelijke kans hebben om te winnen. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Voor alle luisteraars die Maarten Van Rossum de podcast deze zomer hebben ontdekt, leuk en welkom, fijn dat je er bent. Vergeet je vooral niet te abonneren op ons kanaal, want dan krijg je automatisch een seintje in je app als er een nieuwe podcast klaar staat. Het is heel simpel. Op Spotify druk je op volgen en het belletje. En op Apple klik je op de podcastpagina op het plusje. Speciale korte aflevering vanwege de aanslag op de dochter van Dugin, Alexander Dugin, het brein achter de inval in Oekraïne. Ja Maarten, het verhaal is hij wisselt van auto en zijn dochter komt om het leven. Ze hadden de auto's gewisseld. Wat een drama zeg. Ja, het lijkt mij op zichzelf niet verschrikkelijk verstandig om, laten we zeggen, de betrokken personen op te gaan blazen. Dat is toch ook een beetje dat idee van, nee, Poetin heeft een verschrikkelijke ziekte. Poetin heeft Parkinson, Poetin heeft dit, Poetin is stervende. Daar moet je gewoon niet van uitgaan. Ja. Dat is gewoon niet realistisch. Die Dugin had een enorme baard en rare ideeën. Maar ik denk ook zonder Dugin zou Poetin het waarschijnlijk ook hebben gedaan. Poetins diepe frustratie was toch kennelijk dat een deel van het imperium terug moet. Ja, vind ik verder ontzettend stom. En hij is naar mijn idee totaal verkeken op de situatie. Maar dat zat er denk ik al jaren in. Overigens, er wordt gewezen nu naar Oekraïne, hè, dat zij hierachter zitten, achter deze explosie. Nou, ik vermoed dat er niemand ooit achter zal komen wie erachter zit. Dat kunnen allerlei lieden zijn geweest natuurlijk. Maar ja, het was wel duidelijk dat het gericht was op die man met die baard. En niet op zijn arme dochter die in de verkeerde auto is gestapt. Pa, krijg de auto wel even naar huis. Zoiets in die geest. Het zou je maar overkomen. Ja, er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, je raakt die Dugin nu nog harder doordat zijn dochter is overleden. Ja, maar goed, deze meneer heeft de schade die hij mogelijkerwijs veroorzaakt heeft, die heeft hij al lang veroorzaakt. Dat kunnen we. En dat is het wonderlijke idee natuurlijk van Poetin, dat het zijn ideologische idee was dat hij de Oekraïne weer terug moest veroveren. Of inzet dat hij het Russische, het Sovjet-imperium gedeeltelijk zou moeten herstellen. Wat natuurlijk dat is een utopie. Een negatieve utopie, maar het is wel een utopie. Rusland is en blijft een tweederangs mogendheid. Hoe lastig Rusland ook kan zijn vanwege de plek waar het ligt en allerlei andere problemen. Maar het blijft een mogendheid van de tweede rang, sorry. Komende week ook onafhankelijkheidsdag in Oekraïne? Ja, nou, volgens mij kunnen ze. Mits ze niet zelf. Dat is een beetje de vraag eigenlijk. Wat ze denken van hoe het verder moet. Dat kan ik ook niet goed beoordelen. Ik zou ook niet weten. Ja, ik zou lullig genoeg meteen in gesprek zien te raken. En kijken wat voor iedereen te regelen valt. Gezien natuurlijk ook de immense schade die permanent wordt aangericht. En het aantal mensen wat sneuvelt enzovoort enzovoort. Maar ze kunnen terugzien op een heel succesvol half jaar zonder meer. Zonder meer. We dachten toch allemaal dat het in 3 dagen afgelopen zou zijn. En kijk eens. Hè. Ja. Je kunt ook vragen stellen aan Maarten die we behandelen in deze podcast via Instagram, via de storyline. Volg Maarten podcast op Insta. Een van de vragen die binnen is gekomen is, Maarten, hoe zie jij het einde van de Russische invasie in Oekraïne voor je? Nou ja, die zie ik voorlopig helemaal niet voor mij. Wat ik al zei, er lijkt al een soort van impasse ontstaan te zijn. Het is denk ik voor de Oekraïners, die hebben tot op heden natuurlijk een verbluffend militair succes geboekt. Ook die speldenprikken daar op de Krim, dat is op zijn minst toch vrij effectief om onzekerheid te creëren. Maar je moet je afvragen of de Oekraïners ze zouden moeten uitputten in een omvangrijk offensief om een deel van die Russische bezetting ongedaan te maken. Dat weet ik niet, dat kan ik eigenlijk helemaal niet beoordelen. En daar zijn de meningen sterk over verdeeld. En ja, uiteindelijk ben je toch geneigd als verstandig mens ook weer te zeggen, zou er dan maar niet gepraat moeten worden? En waarover dan precies? En wat zijn dan de condities
Want je kunt ook stellen voor dat Rusland verder in de problemen raakt. Ik bedoel, wat zijn de escalatiemogelijkheden in het conflict? Die zijn ook, daar word je ook niet vrolijk van, toch? Denk aan dat volledig onverantwoordelijke gedrag van wellicht beide partijen ten aanzien van dat enorme kernreactorcomplex. Ja. Kortom, ik zie voorlopig helemaal geen eind aan dat, geen duidelijk eind aan dat conflict. Maar de Oekraïners schijnen zelf te denken dat ze ook op afzienbare termijn een redelijke kans hebben om te winnen. In allerlei opzichten hebben ze al gewonnen, maar ja, je zit natuurlijk nog wel met het feit dat ik geloof een kleine 20% van het land door de Russen bezet is. Tot zover deze korte update. We hebben het ook gehad over Wopke Hoekstra en zijn opmerkelijke stikstofuitspraken. Is dat nou een plan van het kabinet om die hele discussie, die stikstofdiscussie, vlot te trekken? Daarover gaat het in podcast 259, die is gisteren online gekomen. Scroll eventjes terug in je app en dan vind je hem vanzelf. En daarin gaat het ook over de overleden oud-burgemeester van Rotterdam, Bram Peper. Maarten haalt herinneringen aan hem op in die podcast. Ja, hij schoffeerde zijn personeel. Ik heb ooit gelezen dat hij nooit de portier groette. Ja, dat is, als dat zo is, nogmaals, ik heb het gelezen. Ik was er niet bij, ik was de portier ook niet. Dan zou dat natuurlijk heel onverstandig zijn. Voor heel veel blanke Amerikanen met een lage opleiding staat hij voor herstel van wat ooit in hun ogen het geweldige Amerika was. En u moet daarbij denken aan het Amerika van de jaren 50. Het luisterboek over het tijdperk Donald Trump. The American people are poised to reject the failed reign of Joe Biden, Nancy Pelosi. Download het luisterboek via de link in de show notes. Dat is allemaal een beetje rare retoriek, maar daar staat Donald Trump voor.